De markt voor export van groenten naar Europa gaat per 15 oktober weer open. Minister Prelaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij stelde gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers dat de keuringsinspecteurs die moeten zorgen voor het toezien op de exportstandaarden recentelijk hun opleiding hebben afgerond. Deze mensen kunnen nu proeven op het veld uitvoeren als voorbereiding naar 15 oktober. Minister Seudin verduidelijkt dat de exportstop door Suriname zelf uit voorzorg werd ingesteld. Er waren namelijk bepaalde obstakels ontstaan met het telen van bepaalde gewassen. Uit voorzichtigheid hadden wij begin juni al bepaald van luister, gezien de notificaties die er binnenkomen. En dat het allemaal steeds meer en meer. Zou het verstandig zijn om de boulangerachtigen, laat me het zo noemen, de familie Solanacee. Dan heb je het over boulanger, je hebt over antroa, je hebt over vitamine, je hebt over peper. Bepaalde insectensoorten gingen zich speciaal huisvesten op deze producten. We hebben toen besloten van luister, laten we even zelf aan de handrem trekken. Omdat we je daarna zelf kunt bepalen van of je het weer op de lijst kunt plaatsen of niet. We hebben toen besloten over 3 maanden gaan we evalueren. Dat was dan half september. Wat soproppen betreft is volgens Seudin de export naar de Europese Unie sinds 2019 stopgezet. Het ligt aan de organisatie om weer de gelegenheid te bieden dat dit gewas ook naar de landen in de regio mag worden verstuurd.